Suriname heeft geparticipeerd aan de Second Regional Meeting of Ministers of Education of Latin America and the Caribbean in Cochabamba, Bolivia. Zo meldt het NII in een persbericht. De vergadering die eerder deze week is gehouden tussen de ministers van onderwijs in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is een vervolg van de eerste meeting die plaats heeft gevonden in januari 2017 te Buenos Aires, Argentinië. Onderwijsminister Lilian Ferrier en onderdirecteur ontwikkelingsdienst Juro Di Putaruno participeerden aan de tweede meeting, waarbij Ferrier deelnam aan de high-level meeting tussen de ministers. Enkele documenten waaraan is gewerkt zijn de Roadmap for Sustainable Development Goals, de SDG's, 4E2030 en de Education 2030 Framework for Action. Het doel van de high-level ministers meeting is op de eerste plaats bedoeld om verder voor te borduren op de Buenos Aires Declaration 2017 en op de tweede plaats een overeenkomst te bereiken tussen de landen in de regio, waarbij er een commitment wordt gemaakt om een gedeelde strategische visie voor de regio te presenteren en gezamenlijk te werken aan de Education 2030 agenda.